wordt hier niet beter op, hè? Nee, met alles verkeer wordt het alleen maar drukker inderdaad. Klopt inderdaad. Ik zie dat met alle mooie plannen die we hebben voor de gemeente Baren, los van de plannen, is het al heel erg druk. En dan komen de mooie plannen voor Soestdijk erbij en daar wordt het echt alleen maar drukker van. Je hoort het ook, het geluid en het verkeer. En dit is nog even, nog voordat de spits echt losbarst, maar dat het gaat, dat het dadelijk een stuk drukker wordt, dat is een ding wat zeker is. Ja, kan me de zorg iets begrijpen, want als we achter ons kijken, komt er natuurlijk inderdaad erg veel verkeer over. En het rijdt over het algemeen ook vrij hard. Die zorg wordt ook gedeeld door onze gemeenteraad. Die heeft onlangs het college opdracht gegeven om toch te kijken of er aanvullend op wat er al is, meer mogelijkheden zijn om de Amsterdamse straatweg te verbeteren qua veiligheid. Als je naar zoiets kijkt, vind ik dat je alles moet meenemen om een goed plan neer te leggen. Wat zouden ze kunnen doen volgens jou? Nou ja, het vervelende is natuurlijk dat we hier al helemaal ingebouwd zitten. Hè. Dus ik las in de krant de VVD zei, we moeten een andere weg erbij bouwen. Nou, ik weet niet of dat haalbaar is, maar een andere mogelijkheid is in ieder geval om te zorgen dat die stroming die hier plaatsvindt, dat die op een gedoseerde manier plaatsvindt. En dat ook het geluidsoverlast wat daarmee thuis hoort, dat het beperkt wordt. Dus dat je naar meerdere dingen gaat kijken. Onlangs heeft de gedeputeerde verkeer binnen de provincie ook aangekondigd dat hij voornemens is om te bekijken of er überhaupt standaard 60 kilometer ingevoerd kan worden op de provinciale wegen. Dat is natuurlijk wel een interessante, want dat zou dan inderdaad voor de Amsterdamse straatweg ook consequenties hebben. Maar ik zie het niet van de een op de andere dag gebeuren, moet ik zeggen. Ja, het mooiste is als je deze weg gewoon verlaagt, maar dat is gewoon niet haalbaar in feite. He, dus je moet op een of andere manier zorgen dat je het aantrekkelijk maakt voor mensen om deze weg niet te hoeven nemen. Nou, in principe, het is niet onze weg. Het is een provinciale weg. En we moeten ook niet vergeten, hij heeft ook wel een belangrijke regionale functie. Dus dat moet wel ook wel in ogenschouw genomen worden bij het bezien van allerlei maatregelen. Maar wat we minimaal kunnen doen is als gemeente om met de provincie in overleg te gaan. Om te kijken van zijn er nog aanvullende maatregelen mogelijk. En wat ik al aangaf, die opdracht heeft onze gemeenteraad ons ook gegeven. Ja. Wat we niet moeten vergeten is dat heel veel van deze mensen die rijden in en die rijden uit. En ze hebben wel bij de Efteling gekeken bijvoorbeeld. En dan zeiden ze ook al die mensen die komen daar en die gaan dan ook zeker de omliggende gemeentes in. Nou, dat doen ze niet. Baren is niet voor Baren, maar is voor iedereen. Hè. De bossen, dat is natuurlijk hartstikke mooi. Maar het is wel drukte op drukte op drukte. En dan moeten we niet de andere kant op kijken, vind ik. Dat is ook met name waarom de gemeenteraad heeft aangegeven. Kijk ook met name met dat soort ontwikkelingen inderdaad of er nog een verbetering mogelijk is. Want ja, de weg moet toch oversteekbaar blijven. Maar ook in het kader van verkeersveiligheid valt er misschien het nodige te verbeteren. Er zijn door de gemeenteraad maatregelen genoemd. Flitspalen bijvoorbeeld, naar een ander snelheidsregime. En zo zijn er nog een aantal zaken de revue gepasseerd. En die gaan we bespreken met de provincie.